Joost, doe mij los. Zet de tv even op RTL 7. Er komen nieuwe kwartaalcijfers binnen. Wat moet je daarmee? Nou ja, kijk of ik al kan gerentenieren. Wat mij betreft kunnen ze net zo goed de waterstanden gaan voorlezen of de vertrektijden van het veer Vlissingen-Breskens. Ik ben daar niet en ik kan daar niks mee. Welke knop moet je hebben op je scherm? Nee, hij staat op standby, dus je moet de afstandsbediening hebben. Oh, en welke is dat dan? Deze? Nee, dat is die van het kastje van de UPC. Je moet die andere hebben om de tv aan te zetten. Deze zwarte? Nee, die is van de Blu-ray. Deze dan? Nou, weet je, je kunt die van UPC ook wel nemen, maar dan moet je eerst op tv drukken, dan op power. Dan gaat er een lampje op de tv branden als het goed is. Ja? Dan druk je op UPC. Waar zit die? Bovenaan, daar zit zo'n lampje omheen, zo'n randje. En dan druk je weer op power. Ja, nou, alles weg. Ja, omdat je alleen kan drukken zolang als dat lampje brandt. Dan moet je weer opnieuw beginnen. Wat met zoeken en al? Ja, die hele aan- en uitzetprocedure. Uitzetprocedure? Het gaat bij een asielzoeker nog sneller, man. Ja, en het wasbeeld. Nou, mag die nou op RTL 7? Waar zit die? Ik denk op 7. Ja, hij vliegt meteen op 77. Jongens, dan moet je één keer kort en krachtig drukken. Niet zo ongeduldig. Laat maar, ik zep er wel. Wat gaat dat langzaam bij jou, man? 110 kanalen, 32 HD-zenders. Thuis flipper ik daar zo heen met één afstandsbediening. Maar niet met digitaal beeld. En zelfs als ik vanuit mijn luie stoel elke keer heen en weer loop, dan ben ik thuis nog sneller. Ja, makkelijk zat in dat kleine huisje van jou. Ik vind dit geen vooruitgang, hoor. Ik vind dit geen vooruitgang. Ja, hij is op 7. Heel goed. Mag je hem nou even wat harder zetten? Is dat gewoon met die volumeknop? Nee, want ik heb zo'n Dolby ProLogic surround systeem. Daar moet ergens een afstandsbediening voor liggen. Nummer 4, handig. Ja. Ik wil eigenlijk zo'n universele afstandsbediening waar je alle apparatuur in het huis op kunt aanzetten. Heb je maar één afstandsbediening nodig? Die is dan waarschijnlijk zo lang dat je hem ook kunt gebruiken als aanwijsstok. Ja, zet dan maar harder. Maar waarom zakt hij dan weer terug? Waarom heb jij Dolby ProLogic? Ja, dat is veel mooier, man. Komt het geluid van alle kanten. Ja, dat je echt het gevoel hebt dat je midden tussen de kwartaalcijfers in zit. Nou, in een speelfilm of zo. Bij ons 300 is in Amerika. Oh, AIX opent iets hoger. Daar moeten we niet op letten. Maar het is fijn voor beleggers. Dat had ik je zo ook wel kunnen vertellen. Dat was vanmorgen op de radio. Oh, trouwens. Ik heb tegenwoordig ook 3D-TV. Hier, thuis. Ja. Why? Man, dat is een totaal andere beleving. Komt alles recht op je af. Nou, als ik dingen recht op me af wil zien komen, ga ik wel spook rijden. Je moet er alleen maar zo'n brilletje bij opzetten. Dan zie je niks. Ja, dat ken ik. Het moet dan over je gewone bril heen? Ja. En moet je daar dan eerst nog in spugen, zoals met een duikbril? En dan is daarna alles 3D. Ook zoiets als knevelen van de brink. Nee, alleen alles wat in 3D is opgenomen. Jammer, die zouden wat mij betreft best iets meer diepgang mogen hebben. Mooi, hè? Ja. Ik zie die ondertiteling echt zweven. Ik kan bijna aanraken. Oh, je kan de ondertiteling bijna beetpakken. Mooi. Ik krijg een beetje het gevoel dat mijn apparatuur hier belachelijk wordt gemaakt.